Ik heb dus iets heel bijzonders meegemaakt. Zojuist. 7 installaties van Chris Verdonk, een Vlaamse kunstenaar. We gaan hem zo spreken. Ik wil eerst even kort vertellen wat ongeveer het bijzondere is van wat je hier meemaakt. Het is in een oud gebouw in de Rotterdamse haven. Aan de Vierhavenstraat, vlak om de hoek bij de Keilenweg, waar inmiddels een praxis heeft plaatsgemaakt. De praxis in plaats is gekomen van de oude Tippelzone, die heel erg bekend is. En wat we hier in dit gebouw meemaken, wat in verbouwing is, het is een oud industrieel pand, altijd fantastisch, zijn 7 verschillende installaties video. En dan moet je daarbij eigenlijk het woord installatie heel ruim zien. Je hebt heel veel indrukken, ervaringen. Je ziet mensen, deze installatie die hierachter staat, het is een hele wand vol met mensen die jou aankijken. En als je daar met z'n 20 man publiek staat, dan worden al die mensen persoonlijk aangekeken. En dat is heel confronterend, want die mensen die gaan om jou lachen en die gaan naar jou staan wijzen. Het is een heel, nou, het is heel bijzonder. Het is ook, ik heb toch zelden meegemaakt dat we door een soort museale toestand liepen waar mensen zo erg hard moesten lachen, vaak. En ook dingen hebben meegemaakt, ook schrokken. Eigenlijk kan ik dit aan iedereen aanraden. Het is een heel bijzondere vorm. Je begint met iets van, je denkt van ja, dit kan in ieder museum staan. Uiteindelijk is het heel erg theater wat je meemaakt. En dat is eigenlijk wel uniek. Ik ga zo wat vragen stellen aan Chris Verdonk, de maker van dit geheel. Het is iemand die al een aantal jaren hele bijzondere dingen maakt. Ik heb ooit jaren geleden een installatie gezien van hem waar 4 dansers aan een soort mobiel hingen. En in een soort strijd waren met de touwen waar ze aan vast zaten. Maar het was heel erg mooi, heel erg bijzonder. En je krijgt er allerlei gedachten bij. Nou, daar gaan we het zo nog even over proberen te hebben. Ik spreek zo met Chris Verdonk. Chris Verdonk, de maker van deze installatie, K Society. Ik heb al gezegd hoe erg ik onder de indruk ben en hoe ik het idee heb dat de 30, 20 mensen die erbij waren ook heel erg geraakt werden door de voorstelling. Ik heb een paar dingen. Bij het woord installatie ben ik zelf altijd een beetje, kijk, iets van, oh, dat is heel erg moeilijk en ingewikkeld, daar moeten we een serieus gezicht bij trekken. En dat is in een museum en dan moet je hele hoge drempels over. En wat ik hier merkte is dat eigenlijk bij het eerste beeld al van 2 mensen, meer dan levensgroot, in een hele bizarre soort, dat slapstick, het is om te lachen. Ja. En iedereen snapt het. Ja. Hoe is er nou ook iets van je maakt installatiekunst. Wat wil je dat ook doorbreken, die serieusheid, die ernst van de... Ik denk dat dit even moeilijk is als alle andere stukken, maar misschien is er wel een verschil dat zeker in de jaren 60, toen mocht alles werkelijk, ik ben zeer jaloers, want toen moest de kunstenaar niet communiceren met het publiek, die mocht gewoon puur doen wat hij wou. Terwijl nu met crisisachtige dingen en een maatschappij die helemaal veranderd is, is het wel zo, denk ik, dat de kunstenaar bijna verplicht is om te communiceren met het publiek. Hij mag niet meer hermetisch zijn. Nee. Nu breng je deze 7 installaties in een gebouw. Je maakt er een hele context omheen. Er loopt een verteller rond die heel moeilijk praat. Ik had in het begin heel erg het idee, ja, dit kan je ook in een stedelijk museum zetten. Ja. En aan het eind niet meer. Ik kom natuurlijk van theater. Mm-hmm. En daarna heb ik beeldende kunsten gedaan. Dus mijn basis is eerst en vooral toneeltjes spelen. Ja, ja. Maar dan zo stilletjes afgegleden naar bijna beeldende kunst. Maar ik hou heel erg veel van de theatrale tijd. Wat dus wil zeggen stilzitten en kijken, ja. Terwijl dat onmogelijk is in het museum. De huistuin en keuken, bezoeker van een museum kijkt 0,75 seconden naar een beeld, heeft men uitgerekend. Okay. Dus het is langs één kant heel pretentieus of decadent van mij om zomaar iemand of zomaar een publiek vast te zetten voor 10 of 15 minuten voor 1 beeld. Mm-hmm. Langs de andere kant heeft dat wel zijn voordelen dat ik de
tijd kan nemen om iets te ontwikkelen binnen een beeld.